gets caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Welkom bij weer een nieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Vandaag spelen we een potje Fortnite solo, maar dit keer doen we een challenge. En de challenge is, ik mag in één huis landen, dus ik mag gewoon op een huis landen, bijvoorbeeld op Greasy Grove. En dat huis, als ik dat geloot heb, mag ik voor de rest geen enkel huis meer looten. Dus één huis mag ik een heel potje looten. Vanaf dan mag ik gewoon geen enkel huis meer loot oppakken dat in het huis ligt. Ik mag natuurlijk wel campen in de huisjes, maar ik mag dus maar één huisje looten. Dat is de challenge. Thanks voor die achter te laten in de comments, want ik had het gelezen. En die reactie had ook wel enkele likes. Dus yo, thanks voor het achter te laten. Jij weet waarschijnlijk zelf al wie je bent. Dus die thanks is naar u. Ik ga denk ik op een platte dak proberen te landen. Dat lijkt me wel een best wel tactisch slimme keuze. Ik kan natuurlijk ook in de Burger Town zelf, of hoe noemt dat shit, ik denk daar gaan landen. Maar ik vind dat een beetje, ja, man, daar ligt zoveel loot. Dus ja, ik ga gewoon denk ik op een platte dak landen. Hier zijn waarschijnlijk veel mensen. Ik zie er al twee. Oké, op zich valt nog wel mee. Het kon erger. Niemand heeft wel een gekke glider zo te zien. Gekke glider. Oké, die landt dus beneden, maar ik land boven. Ik weet niet of dat slim is, maar... Oh my god, ik ben scheef. Oh, ik ben scheef. Oh, ik haat mijn leven. Wow, daar was ik bijna gesmacked. Er zijn sowieso nog mensen hier geland. Dat hadden we al gezien daarnet. Maar ik mag dus geen huis meer looten, dus ik moet gewoon hopen dat ik een shotgun op de grond vind. En daar is al een shotgun. Dankjewel. Waar is die enemy? Hier is een enemy geweest, overal. Of hier zijn enemies geweest. Ik denk wel meerdere eigenlijk. Maar het is hier zo leeg. De cirkel is ook nog eens hier, dus wat moet ik doen? Ik ben nu gewoon gaan vervelen. Ik denk het wel. Nee, hier hoorde ik iets. Jullie horen het misschien. Ik mag die shit niet oppakken. Oké, hier binnen kijken. Ja, hier sowieso binnen. Ja. Dood, holy shit. Deze loot. Oké, dit mag ik gewoon allemaal lekker oppakken, want ik bedoel, ik heb iemand gekillt. Oh, lekker. We hebben eigenlijk gewoon echt goede shit nu. What the fuck. Pak gewoon 15 bandages mee. Wacht, we pakken wel even deze shawty. Ik weet niet of dat hier al lag, maar dat maakt nu even niet zoveel uit. Bandages kunnen wel handig zijn, stel dat er iets gebeurt. Mensen laten, jullie laten mij ook achter in de comments dat ik zo een of andere Combat Pro tactiek moet gebruiken. Dat is dat je met R1 en met R1 en met L1 kunt switchen van die slot. In plaats van met driehoekje, maar ik vind gewoon driehoekje veel fijner. Ik heb dat één keer geprobeerd, twee potjes geprobeerd, maar ik, nee. Ik weet niet, ik vind het gewoon veel fijner om dat met, om dat te doen met driehoekje. Misschien ben ik nu wel een raar persoon, maar... Oké, daar op de berg staat iemand. Ik weet niet of die man blijft hakken. Zo ja, dan is hij gewoon dood, hoppakee. Makkelijk. Ik had dat niet verwacht dat ik dat ging raken, maar... Fuck off, get owned. Dat was dom. En slecht. Fuck off, wat doen we? Hoe goed zijn we? Kennelijk heel goed, want anders had ik dit nooit overleefd. Oké, snel even. Gewoon een short muurtje bouwen. Oh my god, een RPG. Nice. Oké, die medkit, fuck daar, ga maar weg. Oh nee. Die was eigenlijk medkit. Die andere dingen mag weg. Zijn er nog mensen die dood willen? Nog mensen die graag gepompt willen? Nee, zo te zien niet. Oh my god, dat was even legit wel nice. Dat was echt. Dat was smooth. Ligt hier nu een score? Give me that shit. Nee, dat is geen bolt action. Laat het dan maar. Wel hout. Oh, fucking veel wood. Thanks for the resources, mate.
Ik vertrouw altijd die potjes. Allee, ik vertrouw die potjes nooit. Oké, okay, wacht, hier zit nog een chest. Dus die snel kan pakken en dan snel een basecamp rond die wand kan bouwen. Oh my god! Oké. Okay. Hoeveel geluk kan ik hebben? Dit is echt een van de betere chests die ik ooit al gehad heb, denk ik. Ik bedoel, hoe vaak krijg je een shield potion en een scar in de... Oké. Okay, waar is die enemy die mij aan het beschieten was? Oh! Jullie zien hem. Is er nu iemand dit kapot te breken? Er zit iemand in mijn... Maat, stop met mijn base kapot haken. Mijn goal. Er zit iemand onder mijn base. Wat is die gast aan het doen? Ik weet niet hoe graag je dat die enemy dood wilt, maar... Blijkbaar wil die gewoon heel graag dood. Ik bedoel, anders gaat je dat echt niet challengen. Oké, okay, we weten dat het daar... Daar iemand zit. What the fuck? Wat? Heb ik dat nu legit net ge... Wow. Dat had ik niet verwacht dat ik dat ging eten. Oh my god! Stel je voor dat hij geen shield had, dan hadden we die man ook gewoon. Ik vraag me af hoe dat ik dat gedaan heb, maar... Bruh, dat was echt insane. Allee, insane, ik bedoel, die man liep echt zo perfect in mijn sniper. Nice. Hier loopt iemand. Hoezo is dat mis? 3, 2, 1... Goodbye, my friend. Nee, laat maar heel opvallen. Ik weet niet waarom die man nog aan het proberen is, maar... Hoezo leeft hij nog? Doei. Wauw. Ik ben echt een savage. Ik ben die echte savage, snap je? Ja, voor de rest zijn we gewoon safe, denk ik. Ik bedoel, alleen die doet Ginder nog. Oké, okay, die enemy is gesniped. Ik weet niet of ik gekillsealed werd of dat mijn kogel misging. Maar hij is alleszins dood. Nog 3 andere mensen. Maakt mij ook niet zoveel uit of ik win of verlies. Top 3 vind ik ook altijd echt nice. Ik ga proberen hier naar boven te klimmen. Oké, okay, wie beschiet mij? Oké, okay, jij. Hoezo is dat niet raak? Shit, die heeft ook nog eens de volgende cirkel ook. Wauw. Wauw. Ja, we zijn gefucked, hè. Ik ben al weg hoor, enemy. Hey, ik ben weg hoor, en ik kom je gewoon pakken ook, bro. Shit. Wild. Ja. Oké, okay, nu moet ik geheeld geraken. Oh shit, dit is spannend, boys. Dit is spannend. Oké. Die dude zit perfect in de cirkel. Hè. Oh shit. Nice, die wordt je RPG'd via de andere kant. Super. Thanks, enemy, thanks! Lekker! Ik hoop gewoon wel niet dat die enemy nu naar mij komt. En ik heb ook geen shield, dat is ook kut. Maar boeien. Fuck! Fuck, waarom? Oh, de enemy is zo gay, hè. Zo gay. Shit, maar oké, okay, we zijn 2 geworden. Ik vind eigenlijk dat wij wel het meest respect hebben om te winnen. Ik bedoel, kijk onze match stats. Onze match stats, ja. We hebben gewoon fucking ver moeten rennen. Oké, okay, nee, eigenlijk niet. We hebben 1900 materials gegatherd. We hebben in totaal 444 damage getekend. We hadden eigenlijk al 4 keer dood moeten zijn. 4,5 keer hadden wij dood moeten zijn, eigenlijk. Wauw. Wauw. Oké, ik moet zeggen toch GG tegen die enemy. Maar toch, we hebben mooi 9 kills. 2 scoren in de challenge. Ja, ik bedoel maar... ja, het was gewoon goed gedaan. Heb je nu genoten van deze challenge? En wilt je meer challenges zien?
Laat dat hier beneden weten in de comments. Like de reacties met de nice challenges. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende Fortnite video of een andere video, guys. Later.